Dus nu over een kwartiertje is het 8 uur. Dus dan vragen jullie denk ik af. Super tof dat je kijkt naar een gloedio vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Ik ben gelijk achter de computer gedoken. En gelijk vlog gaan editen. Oh ja, ik heb echt overal spierpijn. Ik ken gewoon denk ik niet aan om te gaan voetballen meer. Maar ja. Ik word ouder natuurlijk. Ja, ik ga al richting de 30. Over 5 jaar ben ik al 30, dus moet je nagaan. Maar ja, ik had dat eigenlijk zelf niet beseffen. Ik weet niet dat het dag van gisteren gaat. Maar ja, ik ga nu dus even bijkomen, lekker een bakje koffie zetten. En wel rolgordijnen omhoog gedaan. En ook nu lekker bakje koffie zetten. Want ben ik wel even lekker aan toe om lekker een bakje over te zetten. En van het weer te genieten. Want vandaag wordt het weer een mooi prachtig weer. En ik voel dat ik aan mijn zeep last heb door het voetballen. En ik moet water vullen. En dan gooi ik dadelijk nog even de tweede gordijn open. Om te editen ben ik ermee klaar. Het is nu de render. Dus dat scheelt. Het is wel even lekker dat ik dat heb gedaan. Want het komt ook dat ik gisteren natuurlijk heel veel zit te editen. En dan ben je zo klaar. En maar ga ik nu even lekker bakje koffie zetten. En nu ook even een andere gordijn open gooien. Maar die moet eerst even warm worden in water. Dat is waar natuurlijk. Gooi ik even een andere gordijn open. Auw, dat is mijn stomme elleboog tegen de ventilator aan. Zo. Wat is het lekker prachtig weer vandaag zeg. Niet normaal. Het zonnetje schijnt, lucht is blauw. En wat ga ik vandaag eten nou? Geen idee. Gisteren was het eigenlijk niet echt bovengroep, omdat het Pinkster was natuurlijk. Dat is morgen pas, woensdag. En dan, ja. En dan ga ik dan weer met de groep eten donderdag pas. En dan krijg ik een bericht binnen blijkbaar. Maar dan ga ik zo meteen kijken. Maar eerst even lekker koffie zetten. Maar wat wel even lekker doen. Pak je koffie en dan lekker klaarmaken. Tijd dat ik lekker een vlog aan het kijken ben, heb ik ook lekker radio aangezet. En ik heb alweer Basti opgegaan voor de tweede. Ik heb er gewoon even lekker trek in. En genieten van deze heerlijke prachtige weer. Oh, heerlijk is dit. En ook klaarmaken om vandaag naar werk te gaan. En vanavond gaan we met iemand bellen, want voor ons 2 januari, 2 juni om zo te zeggen, is vele jaren geweest en als ik goed heb, ik ga eens even kijken in de hoe oud ze is geworden, dat weet ik niet eens aan mijn hoofd. Oké, heel apart. Dat is de box. Die box. Oké, okay. Dan word ik al heel met de aan de snoer zitten. Zo. Ah, oh, wacht, daar ligt het. Wat ik zocht. Wat ik zocht ligt hier zo. Als ik goed heb. Ja, want er staat ook een leeftijd op van ons allemaal. Als het goed is. Dan ga ik even kijken. Huh? Of toch niet? Nee, staat ons leeftijd er niet op. Oh, dan gaat het. Huh? Oh, toch niet. Ik dacht dat er voor ons leeftijd op stond. Maar het is dus niet zo. Een manier achter te komen is eigenlijk op internet kijken. Maar volgens mij werd ze 21. Als het goed is. Vele wordt 1 vandaag. Is 21 geworden van vooral mij vandaag. En ja. En ik moet even maar klaarmaken om dadelijk het werk te gaan. En ik zit lekker toevallig even lekker YouTube te kijken. Ga ik daar even van gaan. Ga ik even verder kijken naar YouTube. Dus laten we dat even lekker doen en dan klaarmaken naar werk te gaan. Ongelooflijk warm gaan buiten. Ik heb gelijk toen ik thuis kwam lekker de ramen opengegooid. Zelfs die deur opengegooid. En ik merk gewoon van gisteren dat ik gevoetbald heb, dat ik echt enorm veel spierpijn van heb gekregen. Echt ongelooflijk veel zeer. Het is even wennen van mij om weer na
Zoveel jaar. Ik heb de laatste keer dat ik heb gevoetbald is 2000 nog wat. Echt hele tijd geleden gewoon. Ongelooflijk lang. En ja, logisch dat ik dan helemaal aan moet wennen en dat ik spierpijn er nog van heb. En ik denk of het kan zijn dat mijn lichaam gewoon niet aan kan. En tussendoor wat ik nu aan het doen ben is Ganja eten geven. En die hebben nu eten. Dus die is ook weer blij. Het is 5 uur geweest. Het is op al, toen ik binnenkwam, 4 uur, begon hij al te mouwen. En ik denk, vraag Ganja, je weet dat je elke dag 5 uur eten krijgt. Waar mouw je dan nog? En ongelooflijk warm hier binnen, wat ik al zei. 25 graden gewoon hier binnen. Letterlijk 25 graden. Echt ongelooflijk warm. Ben wel benieuwd. Kijk, ik heb plat dak, woon in een flat. En ben wel benieuwd, ben jij ook in een flat? Hoe warm is het dan bij jou? Laat even weten in de reactie. Ben ik wel nieuwsgierig naar. En wel ongelooflijk lekker weer, dat wel. Lekker op het vensterbankje. Ah, mijn benen doen ongelooflijk echt pijn, jongens. Help. Ja. Ik moet er gewoon even aan wennen. Gaat wel over. En over mijn enkel gesproken. Ik heb wel minder last van dan gisteren. Maar ik heb er nog wel last van. Dus daar wil ik ook even een update van geven. Voor mensen die daar vragen. Hoe ga je dan met je enkel? Gaat een stuk beter. Ja, dan ga ik nu even lekker dadelijk eten. Wat ik ga eten is lekker lasagne. Ik dacht, ik moet snel eten. Waarom zeg ik dat? Want morgen krijg je, vanavond bedoel ik, niet morgen, maar vanavond krijg ik een bezoek. Om 7 uur is diegene al. Dus ik heb wel even zin in. Lekker gesprek houden over alles nog wat. Dus ga ik een, maar even dadelijk eten maken. En dat is lasagne. Dacht, ik ga gewoon even snel eten. Dan heb ik dat al gehad. En dan morgen of zo ga ik even boodschappen doen voor de hele week. Voor de hele dag, wat ik nog moet hebben. Dus ga ik dadelijk ook even doen. Dus laten we even, dadelijk ga ik even nu YouTube kijken en daarna lekker eten maken. Maar even lekker die lasagne maar even in de oven doen. En lekker lasagne eten. Ik heb ongelooflijk veel trek in. Alleen ga ik even goed kijken. Oké, Sander, ga eens een keer gokken gewoon hoe lang die erin moet. Zonder te kijken. Nou, weet je, ik ga nu even gokken. Ik gok 225 graden en 8 minuten. 200 graden en 25 minuten. Hé, verdorie, zal ik mis. Jammer. Maar oké, ga ik nu even lekker lasagne eten. Ik heb er ongelooflijk veel trek in. Deze maar wel gooien. Appelskudee. Zo, en nu lekker een lasagne maar in de oven gooien. Laten we dat even lekker doen. Lasagne. Ik heb er ongelooflijk veel trek in. Zo. 200 graden. En 35 minuten doe ik dan wel. Zo, en dan we wachten maar tot hij klaar is. En dan ga ik lekker smullen. En daarna wachten op een bezoekje voor wie ik krijg. Ik heb er wel super veel zin in. Ik ben benieuwd of jullie weten wie er komt. Na zoveel maanden. Na 2 maanden. Eigenlijk al meer dan 2 maanden daar niet gezien te hebben. Echt, wat een tijd hard eigenlijk, algemeen. Dat is wel leuk even een keer. Nou, we hebben elkaar wel. Ik kan wel aangeven, we hebben elkaar gezien. Maar niet bij elkaar bezoek gehad. Laten we het zo zeggen. Een lange tijd. Elkaar niet gezien te hebben. Wel een keer even. Van pas een keer gewoon bij elkaar naar huis op bezoek. Een lange tijd. Ja. Dus dan mogen we gelukkig wel weer. Dus dat vooruitgang. En als ik het goed heb, zijn er weer versoepelingen aankomen. En de versoepelingen zijn natuurlijk dat nou restaurants lekker open zijn. Ben ik wel nieuw naar jullie reactie. Laat even weten in de reactie of jullie terrasje hebben gepakt of niet. Ik in ieder geval niet. Of ik ga gebeuren, dat is de tweede vraag. Maar, ik heb het al, lijkt me wel eens een keer lekker om een lekker terrasje te pakken. Wat ik ook trouwens heb gehoord, laat even weten in de reactie of ik mis heb of niet.
Er is nergens nou gezegd, al ga je nu buiten terrasje pakken, hoef je niet te reserveren. Al ga je in restaurants binnen, moet je reserveren. Laat even weten in een reactie of dat klopt of niet. Ben ik niet nieuwsgierig naar. In ieder geval, ik ga nu lekker YouTube kijken. Wacht om te eten. Ik had natuurlijk gezegd dat we 7 uur bezoek zou krijgen. En het is nu over een kwartiertje is het 8 uur. Dus dan vragen jullie denk ik af. Sander, is eigenlijk al op bezoek gekomen? Nee, die is niet komen opdagen. Daar heb je toch helemaal niks aan? Wat vind jij ervan? Oh, hè? Wat doe jij hier? Ik zat thuis mijn Capri Sun te drinken en ineens zit ik hier. Oh, dat is toevallig. Ik doe niks. Ik zat een spelletje. Oh, jij bent dus toch gekomen. Ik zei de hele tijd te wachten, je zit al de hele tijd aan. Ik zei ook maar niks, ik dacht, nou het zal wel. Oh, nou. Hoi. Oké. Die was helemaal droog. Hoi. En Kanja is ook wel lekker bezig, en Kanja? Kanja had het ook niet eens in de gaten dat ik meegedaan die kwast. Kanja? 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 Ja, hè, ik vraag je aandacht. Ja, ik zit er buiten te kijken, baas. Kanja? Hé, hey, boef. Laat me nou. Kijk of hij reageert. Nee, oké. Okay. Doe jij even met mij. Ja, wat doe jij eens? Zie je hem kijken dan? Maar... Zie je kop van hem. We zullen ook even het spel spelen over darten. Ik weet niet of jullie het ook al doen op Facebook. Oh, Kanja, wat ben jij toch weer aan het doen? Wat ben jij toch weer aan het doen? Zag die reactie van hem. Nee, hij reageert niet. Hij reageert niet. Ja, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling wat we wouden hebben. Maar we zitten de hele tijd spelletjes spelen, zijn ze nu al aan het doen. Darten! Darten, dat is zo hard. Ik weet niet of jullie het ook doen, laat even weten als in de reactie. Maar dan gaan we nu even lekker spelen. Heel veel mensen hebben al gespeeld. Ik heb er al totaal tegen 10 mensen gespeeld. 10 mensen alweer. Wauw. En ik heb Sam nog steeds verslagen. En mij? Hij kent die dingen van mij. Ja, eerst had ik dat, maar nou niet meer. Ah, je zit er nog steeds niet overheen. Hoezo niet? Ik ben er sowieso wel overheen hoor. Niet bij mij. Oh jawel hoor. Nee. Oh jawel. Echt niet. Oh jawel. Echt niet. Oh jawel. Nee. Echt wel. Niet waar. Terrific. Wat je nou probeert dan? Nee, ik ben niet, weet niet of tegen wie ik aan ben, maar... Voor mij ben ik er iets aan het openen. En ik ken iemand, voor de zekerheid noem ik geen naam, maar die heeft wel 3000 gewoon... punten, en dat kan ik niet redden, ballonnen, ja. Want ja, door daar gesproken te hebben, je moet juist op de ballonnen, moet je mikken, maar dat lukt niet altijd, dat is best wel moeilijk. Ja, maar je kan ook mikken op de ballonnen en nog eens een keer gewoon punten van je bord zelf. Ja, maar wat je ook kan, is op de bommen raken. Ja. En er staat er aangegeven hoeveel iedereen de punten die heeft. En je moet over die punten heen komen, dan ben je er. Kan je tegen een nieuwe persoon spelen. Laten we zo zeggen. En ik speel nu tegen iemand. Oh, dat gaat goud. Fout. 5 punten! Willy? Ik kap er maar mee. Want het gaat niet goed met mij. 5 punten, dat is niks. Voor mij ben ik wel benieuwd naar, daar kunnen we Glenn misschien ook op reageren. Ik weet niet of jullie mensen die hebben gezien, eerste Pinksterdag in Amsterdam, hoort het is afgerond. Ik wil even weten van jullie mening, wat jullie ervan vonden. Laat even weten in de reactie. En op 2 juni is de demo is er ook in Den Haag gebeurd. Dus laat even weten.
En dat gaat over geweld met polities. Geweldmishandeling met polities. Zeg het goed? Nee. Het gaat om de geweld, laten we zo zeggen. Het gaat om het geweld. Ja. Wat de politie gebruikt. Ja. Tegenover mensen. Ja. Maar het is in Amerika. Ja. Niet hier. Dat je dat eventjes vertelt. Hier is het heel anders, want de mogen geen geweld gebruiken. Hier is het. Mits. Laten we zo zeggen, als ik eerlijk moet zijn. En. Oh, dat mag niet, sorry. Wat? Iets wat niet mag. Wat dan? Ja, ja, nou ja, haal het maar uit. Dus de hand, dit stukje nummer 5. Ja, dan gaan we zo meteen even verder op. Laat ik hem even aanstaan. Wat ik wou wat vertellen, was over die Rodericus. Ja? Die in Rotterdam toen is, die is gewurgd door de politie. Ja? Omdat hij niet meeging. Ja? Of zoiets over hem, ja, hij werkte niet mee. Ja. Maar hij werkte wel mee, alleen hij kwam in een of andere verstrikking terecht met iets met een been of zo? Nee, ja, iets. Dat vind ik dan. Een been van een ME'er. Ja. Die lag op zijn keel. Ja. En daar is hij door gestikt, op een of andere manier. Ja. Maar ook met zijn hart. Of er iets mee te maken. Maar ze hebben hem ook zo het busje ingesleept. Als een varken. Zo'n wild verleden vee was. Ja, nee, dat kan gewoon niet. Dus daar zijn ze dus, weet je. Ja. Er is ook een protest op tegenaan geweest. Dat dat niet kan. Maar in Amerika is het zo erger. Daar worden altijd meestal de zwarte mensen worden daar altijd mishandeld door de politie. Ja, hier eigenlijk totaal niet. Nee, als ik eerlijk zijn. Al hebben jullie andere meningen erover, laat het wel weten in de reactie. Maar. Wat wel gebeurt, de blanken worden wel snel gezien. Laten we het zo zeggen in Nederland. Dat is gewoon heel Europa. Laten we het zo zeggen. Heel Europa wordt de blanken wel snel gezien. Laten we het zo net gezegd zijn. Ja, hoe bedoel je gezien? Snel uitgepikt van, ja. Jou gaan we even aanspreken of zo? Nee. Nee? Ik heb ook een Marokkanen en weet ik het al. Ja, oké. Okay. Die worden er ook snel uitgepikt. Die worden er nog sneller uitgepikt. En daar zijn ze niet boos over en beu van. Van jongens, iedereen gewoon gelijke rechten. En als je gelijke rechten hebt, dan moet je niet alleen de Italianen en niet alleen de Turken, niet alleen de Marokkanen of wat dan ook. Want er zitten ook slechte Nederlanders tussen. Ja. En dat bedoelen ze dus met van dat ze daar een protest hebben tegenaan willen spannen. En daar ben ik helemaal mee eens. Ja, ik ook. Want het is niet nodig. Nee. Iedereen moet gewoon gehyband worden. Ja. Heb je geen beperking, wel beperking, of ben je homo, of ben je geen homo, ben je lesbi, of ben je geen lesbi? Ja, maar dat is noem maar allemaal op. Dat is net zoals met ons, met onze beperkingen, als wij weer iets, wat wij iets willen vragen of wat dan ook, of wij begrijpen hier iets niet, dan krijgen we weer gelijk te horen van, ja jeetje, je moet het maar begrijpen, want de rest van Nederland begrijpt het ook. Ja, zo zit het niet in elkaar. Nee. Laten we zo zeggen, een duidelijkheid te zeggen, en dat heb ik ook in een tv-programma gezegd, weegschaal en beperking moet je vergelijken als een trage computer. Ja. Want een trage computer is traag, en die reageert ook niet snel. En het belangrijkste is gewoon, bij beperking mensen, wacht en geef de tijd om het antwoord te geven. Nou, niet alleen dat. Maar als voorbeeld. Ja, maar het is ook de... Uitleg. Nee, je hebt allerlei soorten mensen en dingen. Ja. En dat heb je ook onder mensen van verstandelijk lichtverperkingen. Ja. Ik kan bijvoorbeeld niet filteren. Goed filteren. Bij mij kan het niet. Oh, ja, het slaat bij mij wel op. Ik kan heel goed snel reageren. Ja. Want daar ligt het niet aan. Maar als ik iets niet begrijp. Dan hoop ik toch dat diegene aan de andere kant het wel kan begrijpen. Zo van, hè, waarom begrijpt ze het niet? Ja. En dan moet je het helemaal gewoon viervoudig bijna op vier, op een A4'tje moet je het bij de kant uit gaan leggen van, goh, ik heb wellicht een verstandelijke beperking en dat is er met mij aan de hand. Ja. En dat is dus met politie is dat niet een detail. Als ik dan terugkom nu op een protest. Is het dus ook hetzelfde met Italianen, dus met buitenlandse mensen. Nee.
Of Nederlandse mensen die wat misdaan hebben, die worden dan gelijk hardhandig gepakt. Dan denk ik ook van ja, maar stel nou dat een Marokkaan, die loopt langs jou. Ja. En jij pikt wat uit de winkel. Word je minder hardig aangepakt? Nee. Of niet? Die Marokkaan wordt aangesproken. Jij kan doorlopen met de buit. Zo, op die manier, ja. Juist. Of het kan ook zijn dat ik dan minder hard aan word gepakt dan... Nee, ze moeten altijd wel de Marokkaan hebben of de buitenlanders. Ja. Terwijl een Nederlander kan net zo goed slecht zijn. Ja. Maar die wordt weer door de vingers gekeken. Ja, en dat kan niet. En dat bedoelen ze met gelijke rechten. Ik ben er het helemaal mee eens. Gelijk behandeld worden. Iedereen moet gewoon gelijk behandeld worden, inderdaad. En dat is in Amerika is dat dus niet zo. En als ik het dan zeg waar mijn vriendinnetje woont, in Texas. Ja. Nou, daar is het zo erg. Daar is de politie zelf gewoon zo erg dat als je niet luistert als buitenlander, dus als zwart, maar als een zwarte man of een zwarte vrouw, maakt niet uit. Dan word je achter de trekhaak aangebonden. Ja. Dan gaan ze je gewoon op 5 kilometer of 10 kilometer per uur. Gaan ze gewoon dwars door de hele stad heen met die gebonden en al met je handen. Ja. En dan slepen ze je zo door de hele stad heen totdat je dood bent. Dat kan gewoon niet. Maar er bestaat daar ook een organisatie en dat heet de Ku Klux Klan. Ja. En dat was heel vroeger, dat is vanuit de slavenarbeid. Hebben ze, dat is een opgerichte, ja, dat zijn allemaal met witte lakens hebben ze op met zich en een heel groot brandend kruis. En dan hebben ze ook puntmutsen, witte puntmutsen en alleen twee oogjes om te kijken. En alles wat zwart is, dat haten ze. Dan trekken ze gewoon uit hun huizen of weet ik veel wat, neer voor je handdoendel. Ja? Ja, en dan moet hij vermoord worden. Heftig allemaal, joh. En dat schijnt allemaal maar normaal te kunnen. Kan gewoon niet. Dus Amerika is heftiger. Dus wees blij, jongen, dat we hier wonen. Ja, dat wel. Hier in Nederland dan in Amerika. Hier gebeurt ook wel maar veel minder. Maar Amerika is ook corrupt als de pest, hè? Door die Trump. Ja? Ja. Ach ja. Maar we gaan even lekker... Capri Sun drinken. Ongelooflijk lekker. Wacht, niet schamen, Dirk, Jan en ik. Ik heb een hele kwarkkaart handen. Die zat er net in. Nee. Een kwark? Had je het over? Ja, nee. Ik heb een kwarkkaart gemaakt. Over kwark gesproken, wat heb je nu in je handen? Een of ander verrot eitje wat wit uitgeslagen is. Dit uitgeslagen? Ja. Maar zo wordt het gemaakt. Niet? Of wel? Chocolade is altijd lekker. Sowieso. En ik kan je ook zeggen, ik had gezegd natuurlijk dat ik, we zaten net al bij te kijken. Ik kon van hier Nanny zien, dus ik ben even opgestaan. Het is 1 graden naar beneden gegaan. Joepie! Maar als je hier nu staat denk ik, dat het wel lekker winderig is. Ja, dat... Nog eens later. Nee, doe maar niet. Dat gewoon lekker kou hier naar binnen komt. Dat heb je nu wel. Zal ik je even ons erboven houden? Al je voeten. Denk geen goed plan. Kan je zo naar beneden volgen. Hallo mensen, top. Kijk, nu is een goed nieuw vlog. Alles volgens mij als een bak... Mijn naam is... Ja, ik wou even mijn kanaalnaam even anders zeggen, maar dat lukt ook niet. Mijn naam is... Pat Anders. Patje... Nee, ik laat even weten in de reactie hoe je dan zegt naam, eigenlijk anders, achteruit eigenlijk. Laat even weten hoe je dat uitziet. Ben ik wel benieuwd. Taf! Ja? Zie jou denken dan. Kom hier, kan je. Ram. Daar. Ja, yes. Nee, randers. Renders. Randers. Nee, je begint R-E-D-N-A-S. Je moet eerst naar rechts naar voren spellen, gewoon Sander. En dan dat achter te voren. Sanders. Nee. Je kon jij eens even. Zendam. Hoe?
Zend dan? Oké, okay, dat klinkt dat sowieso heel apart. Hey, wacht even. Als ik sowieso ga noemen. Ren. Des. Das. Ja, Rendas. Wacht, re. Ta. Rendas. Rendas. Red. Nee, je moet de N ook nog gebruiken. Ja, maar dat is al. Red. Red. R-E. D. N. A. S. Dat sowieso. En de achternaam is T-A-P. Zie jou denken dan. Tap, nee, tab. Wat? Tap. Klinkt anders. Klinkt gewoon veel beter. Nee! Dat sowieso. Mijn naam is Ami. Momentje mensen, kijk. Wie daar hebben. We hebben bezoek. Jij weet het. Goed zo. Dat weet jij donders goed. Waarom heb ik een ondeugende kat? Waarom? Mensen, ga... Omdat jij zelf ook ondeugend bent? Nee! Ondeugende baas, ondeugende poes? Nee, nee, dat zou ik niet. Hij heeft iets gevonden wat leuk is. Wacht even. Hij spot even niet hoor. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Iets met een stokje of zo. Ja, maar stop je dit mee. Elke keer als je het hebt, hè? Dat vind ik nog logisch als je filmt. Doe nog eens. Ja, doe nog. Op commando. Oh, de pootjes schoonmaken ook nog. Nee, dat wil ik niet hebben. En let op, als straks de vlog afgelopen is. Ja, echt. Hij weet het gewoon. Moet je nou eens heel snel. Kijk, een hele mooie shot. Ja, is toch, ja dat is echt niet echt interessant. Wauw. Oké, ja, dat deze dus. Typisch katten. Ja, de katten. Ja, soms heb ik. Ik weet niet of jouw kat ook hebt gehad. Die had. Oh, je hebt het nog niet verteld. Je hebt leuk nieuws. Ja. Wat krijg je? Ik krijg een hele nieuwe kitten van 2 maanden. Oh. En? Kan jij eens weer bezig met de tank? Oh, ik weet dat het een tak is. Het lijkt bijna op de naam Kanya, alleen het heet Kaya. Kaya? Ja. Oh, lekker. En het is een meisje. Het is echt een. Tweede meisje, want de vorige was ook een meisje. Ja. Maar dit is een tijger. Heeft ook streepjes als een tijger. Ja, ik zit even naar Kanya te kijken. Ja, ik ook. Je ziet altijd alleen naar Kanya. Ja, ik. Hij is hem kwijt! Waar is hij nou? Ja, oh, hij heeft hem weer, Ja, waar is hij nou? Onder de tafel! Shit. Ach, die Kanya? Ja, die meisje de rapen van jou in je pakken. Oh, kijk, dan gaat hij op de vensterbank zitten. Hij hoort hier wat. Hij hoort hier weer geluiden. Wat zie jij, Kanya? Wat zie jij? Nou, in ieder geval jou niet. Wat zie jij? Hé, hey, je hoort een auto. Kijk, dit vindt hij nooit leuk als ik tik op zijn neus geef. Nee, maar dat moet je bij jou doen. Geef maar eens een flinke haal. Nee, jij kan je. Zie jij soms uit te plagen, hè? Ja, jou ook, denk ik zo. Maar ik krijg wel kistjes van. Ja, omdat je je vinger ervoor houdt. Nee, omdat ik een ei. Hé, Kanya? Hij verliest ook echt heel hoop haren, dat zie je wel. Kijk dan. Ja, dat moet ik echt een keer doen, ja. Hé, Kanya? Ja, gaat u. En wat ook een keer moet gebeuren, je nagels. Pakken naar de baas. Ja. Zit. Nou, hou ik dus geen 1 meter aan. Ja, wel. Ik wil dat. Nee, ik wil dat. Gaat hij met. Oh, dit is een leuke. Dit is een leuke. Nee. Ga nou voor je hoofd halen. Oh. Bord voor je hart, dus. Ik ben niet. Wacht, moet ik wel beter doen? Wacht. Letterlijk. Wacht. Heb ik. Oh ja, wacht hier, kijk. Wat nou weer? Ach jee. Sander, dit is helemaal ge. Ja. Ik weet het niet meer.
Dan weet ik het ook niet meer. Ik ben gecoroniseerd. Nou jij weer. Wat ben jij? Dat weet ik niet. Nou, wat ben jij? Ik zou gecoroniseerd. Zo gecastreerd. Hè? Nou, kom op met een schaartje. Hè, boef? Nee, ja. Ik veel te warm voor, hè? Ja, ik snap je, Ganja. Ik zou ook wel raar kijken. Ik kijk echt eng aan! Wacht. Die gezicht van hem. Ik kan zijn gezicht niet goed zien. Nog eens? Kijk die grote ogen van hem. Geweldig. Dat snap ik. Ook hoe jij het doet, hè? Dus ook TikTok voor een... Zo, nou dan gaat het helemaal hype worden ook, denk ik nog. Voor een boze kat. Maar haal ik toch uit er... Kijk dan beest. Arme Ganja. Hij deed echt, wat er van gebeurt hier? Ja, en dan stel je voor als dat inderdaad de kleine van mij zou bij je zou komen. Zo, en hoe? En die kan je die dan blazen? Hij doet het niet zo snel. Ja? Ja, ze moeten plaats weten, hè? Ja, dat wel. Ja, hij woont er volgens mij al hier al bijna. Nou, een jaar? Bijna 2 jaar. Het blijft 1 jaar. Het blijft 2 jaar. Dat is ongeveer drie jaar zo ongeveer ervan maken nu. Zo lang in de boom nu. Hij is bijna 5. Ik woon hier 2 jaar. Ja, 3 jaar bijna hoor. Ja, oké. Ik ga voor mijn 3 jaar, dan doen we 2 jaar hier zo. Oké hoor. Pas 2018 kwam die. Ergens. Wanneer kwam jij hier in? December. Dat was in december 3 jaar. Hij kwam niet gelijk hier, dat weet ik wel. Nee, alles moet klaar zijn. Ja. Hé, hey, jongen? Ja, dat was in december 3 jaar dat jullie er wonen, hè? Nou, hij was er toen nog niet. Hij was toen nog woonvader. Hij kwam later pas. Ja, oké, misschien een paar weken later. Nee. Een maand later? Ja, zoiets. En dan is het toch nog... Ja, dat is wel zo, ja. Ja, gewoon 3 jaar. Als je eigenlijk nakijkt, weet jij nog? Was je erbij toen van alles hier ging? Nee. 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 Toen hadden we niet echt heel goed contact. Nee, hadden we niet echt een contact eigenlijk. Nee, nog niet. Nee, wel even... contact, maar niet echt. Niet dat lozen, nee. 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 Wel hallo en dag gewoon bij de API. Ja. Nee, nog niet. Ja, dat wel. Toen had je wel gezegd dat je dan een huis had. Ja. Nieuw huis, en toen zei ik van ja bij de kerk weg, en toen zei ik ook iets over Jessica, die daar woonde. Tijd gehard. Ja. Nou, dat ik hier 3 jaar zit alweer, joh. En is zelfs nog meer graden naar beneden gegaan en dat is nu 23 graden. Oh, dat is nu al beter. En ik ga even wat dingen een beetje opruimen, want Glenda is natuurlijk geweest. Ja, en er moeten even dingen opgeruimd worden. Visite gehad, was super gezellig. Lekker blij gekletst, zoals jullie ook hebben gezien. Daar zijn we sowieso van. We kletsen eigenlijk meer met z'n tweetjes dan we eigenlijk iets doen. En nu ga ik ook maar even licht aanzetten. Zo. En ik denk dat ik ook even lekker ramen dicht ga gooien.
Want het is nou wel wat afgekoeld. Die laat ik alleen nog open, denk ik, voor de kou binnen te laten. Ja, en die kan weg in ieder geval, die plant die daar staat. En ik had een leuke reactie gehad. Dat ga ik even voorlezen. Ik vond het zo'n leuke reactie. En ik vind hem echt heel super grappig, zelfs. Maar omdat ik heel vaak in de keuken ga, gaat Kanja Mauer natuurlijk. En toen heb ik een reactie ook nog gekregen. En dat reactie is... die lieve kat van jou houdt ook van tussendoortjes. Jij om 2 uur in de nacht. Ha 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 ha, ja? Kanja Mauer ook lekker en dan kan je zelf lekker pakken. En dan Mauer maat, hè? Ja. Ja, zo ben ik. Weet je, maar dan weet je het ook is. Als Gaia juist eten iets lekkers gegeven. Hij heeft me nu precies goed gewicht. Niet te dik, niet te dun. En hij mag er niet eigenlijk boven komen. Kom af en toe één heel klein beetje gewichtje aan. Maar dat valt reuze mee. En de dokter, huisarts heb gezegd. En dat heb ik al een paar keer al gezegd. Tegen jullie misschien dat sommige mensen niet weten. Ik heb toen de dierenarts heeft tegen mij gezegd. Dat moet je echt dan blijven houden. En dan niks meer geven. En dan, want ik geef meestal ochtendeten heel klein laagje. Echt heel klein laagje. En dan avondeten en that's it. Want anders wordt Gaia gewoon te dik. En dat moeten we niet hebben. Dus ik hou nu echt gewoon aan de... regels in om zo te zeggen, laat zo zeggen, dat kan je niet te veel eet. Dus dat is het punt ervan. Weten jullie dat ook? En hoe het in elkaar zit. Dus weten jullie, zijn jullie ook op de hoogte ervan? En dan weten jullie dat. Het is nu 10:00 en ik ga nu lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Oh, mijn benen zijn zo stijf ineens. Door gisteren denk ik nog steeds, wat ik al had gemeld. Geen kracht meer om de haak er vanaf te halen. Zo erg pijn heb ik gewoon. Maar het is wel gelukt. Oké, vraag me niet hoe. Maar ja, wat ik al zei, klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Morgen word ik al ook gebeld. Ik kan niet zeggen door wie. Dat hou ik voor mezelf even. Ik kan er tot nu toe even niks over zeggen. Maar ik kan wel zeggen is dat ik binnenkort iets leuks heb vertellen. Maar ik kan ook niet aangeven waar het voor is, waar het gebeld wordt, want dan maak ik een beetje verrassing weg. Maar ik moet nog geheim houden. Het is tegen me gezegd dat ik iets van geheim moet houden. Maar wat het is, gaan jullie nog binnenkort horen hoe en wat. Dat hou ik nog voor jullie te goed. Maar ik heb er nu ongelooflijk veel zin in. Wat ik wel kan vertellen, het is wel anders. Wat ik had verwacht. Maar dan gaan jullie allemaal binnenkort zien wie er... Er zijn meerdere mensen aanwezig daarvan. En wie dat zijn kan ik ook niet vertellen. Maar ik heb wel contact met ze. Eén van de personen. En ja. Ik ga nu maar lekker mijn bedje in. Lekker slapen. Morgen weer een dag. Dus gaan we lekker die kant op. Die kant op, ja. En lekker naar bedje toe. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En tof reactie achterlaat. En hoop dat ik jullie weer zie op morgen vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Kwaad, Jolo. Rosbar Challenge hebben we opgenomen. Oh, het is niet zo te doen. Maar zoals jullie hebben gezien is Johan de winnaar geweest. Maar daar gewoon mensen stoppen ermee. En